Max? 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 Oh, ja. Hey, Krummel. Hoe is het? Hoe is het? Waar was je openingsmonoloog voor mijn opkomst, zodat ik grappig uit de hoek kan komen voor al mijn fans? Oh, het spijt me. Ik ben zo, ach, ik ben een beetje van streek. Waarom dan? Nou, ik schaam me er nogal voor. Ach, als iemand hier weet wat schaamte is, dan ben ik het wel. Kom, vertel op. Nou, mijn neus is te groot. Wat? Van mij uitgezien is alles aan jou te groot. Ja, dat is waar. Maar zo even zag ik iemand anders zijn neus. Die was precies perfect. Zo mooi. Zo petit. Echt heel mooi. Perfect in het midden van zijn gezicht. Maar hoe weet je nou dat zij niet naar jou keken en je oorlel bewonderden? Hoe bedoel je? Waarschijnlijk zeiden ze, hey, kijk eens naar zijn oorlellen. Zo mooi. Had ik maar zijn lellen. Denk je dat echt? Dat weet ik. Ik ga mijn oorlellen bekijken in de spiegel. Ik had geen idee dat ze zo mooi zijn. Dank je. Max? Nou, dit is het gedeelte dat Max dan iets zegt als... We zijn allemaal op de een of andere manier uniek... en ook Flits zal straks gaan merken dat... dat wat we het minst mooi vinden aan onszelf... soms voor anderen het mooist is. Of iets in die trant. Max! Hier ben jij toch echt veel beter in. Ruk je los van je oorlellen en maak dat je hier komt. Max! Flits en het geheim van de verloren vliegenschat. En de rest gaan het zo leuk vinden als ze zien wat ik gevonden heb. Frambozen! En er zijn er nog heel veel meer. Daarachter bij het hek? Of bij het riviertje. Of achter de fontein? Mijn frambozen zijn geplet. Oh, die stomme angel. Hij stuurt me telkens weer de verkeerde kant op. Wat zou dit voor iets zijn? Nou goed, ik moet gaan naar de tuin! Oeps. Oh. Naar de tuin! Schiet op! Wacht nou even. Geduld is een schone zaak. Pas op dat het niet kreukelt. Wanneer heb ik ooit iets verkreukeld dan? De vorige poster die je ophing. Maar dat is 5 minuten geleden. Oh, mijn rug. Hummel, hou nou toch eens op met klagen. Weet je, het uitzicht is fantastisch hier. In de verte staat mijn huis. Hij zit. Oh. Help eens even. Sinclair M. Skeeto treedt vanavond op. Wereldreiziger, avonturier, expert op elk gebied. Wauw,
W-A-U-B. Wow! St. Clair M. Skeeto komt hier naartoe! Komt St. Clair M. Skeeto hier naartoe? Wij leren zijn gevechtstechnieken op de militaire opleiding. Wow! Hey, ik glij hier weg. Help me dan. St. Clair M. Skeeto komt hier naartoe? Oh, hij is zo... Fantastisch! Zeg, kan iemand mij heel misschien een handje helpen? Of een poot? Of zelfs een klein vleugeltje zou fijn zijn? Wow! Kijk uit! Hey, Krubbel, ik heb iets voor je. Een framboos. Oh ja, oeps. Oh, hey, wat is dit? Waarom komt zo'n beroemd wereldreiziger hier? Hij is wereldberoemd. We zijn het niet waard. Hey, Flitsy, is dat jouw broer niet? Jouw broer? Dat is een grapje. Maar hij is zo... Zeg je dat? Uniek. Juist. En Flits is... Je bent zo... Hoe zeg je dat? Doodnormaal? Gewoontjes? Niet speciaal? Jij bent zo... Flits. Maar jouw angel is zo gekreukeld. Die van hem is zo recht. Ik weet het. Ik ben ermee geboren. Daarom vindt iedereen Sinclair altijd leuker dan mij. Goed, maak alles in orde voor Sinclair. Oh ja, juist. Kom mee. Oh ja, ik kom. Oh, ik vind het echt heel spannend. Oh, hij is toch echt gekreukeld. Jij moet echt eens naar een oogarts. Want je linkeroog lijkt lager dan je rechter. Sinclair was vroeger al nergens bang voor. Hij was slim en echt een boekenwurm. En hij heeft de hele wereld gezien en hij is never nooit de weg kwijt. En hij weet altijd waar hij is. En kijk eens naar mij. Ik verdwaal altijd. Zat dat je altijd dwars? Nou, dat zat me nooit echt dwars. Oh, wat dan wel? Nou, het is mijn angel. Die van hem was altijd al kaarsrecht. De mijne is gekreukeld. Dom, stom ding. Soms wil ik gewoon eens... Stomme angel. Kom, Flits. Stop nou. Dat heeft geen zin, joh. Laat mij eens proberen. Sorry, ik heb een allergie voor groene pepers. Groene pepers? Waar? Oh, daar staan ze. Bij die boom de heuvel af. Wauw, jij ruikt wel echt bijzonder goed, hoor. Dat is het enige goede aan die rare neus. Dat heeft me altijd al dwars gezeten. Pa hield veel meer van Sinclair. Deze angel stelde hem teleur. Waarom heeft God mij zo gemaakt? Waarom vraag je het hem niet? God? Bent u daar? Altijd, Flits. Hallo, Krummel. Hoi, God. Fijne dag, vindt u niet? Absoluut. Maar Flits hier heeft niet echt een fijne dag. Nou, wat ik me afvroeg, hè? Waarom ben ik met een kreukneus geboren? Hij stuurt me altijd de verkeerde kant op. Hij is aerodynamisch echt verkeerd. Een fout in het ontwerp, toch? Ik maak geen fouten, Flits. Nou,
dachten mijn vader en Sinclair dat ook maar. Het maakt niet uit hoe anderen over je denken. Het gaat erom hoe ik over je denk. En ik vind jou perfect. Echt waar? Hey, over perfect gesproken, daar komt Sinclair. Hier is hij, Sinclair B. Skeeto! Het is Sinclair M. Skeeto. Oh, Sinclair M. Skeeto! Eigenlijk is het meneer Sinclair M. Skeeto. Oh, hier is dan meneer Sinclair M. Skeeto! De derde. De derde. Hallo, ik ben het. Start de muziek, hijs de vlag, geef het door. Meneer Sinclair M. Skeeto, de derde, is hier. Wacht, niets doen. Ik ruik hier iets. Ja, avontuur. Ik heb een neus voor elk groot avontuur. Van Afrika tot in Amerika. Van Himalaya tot in de woestijn. Wat zullen we nou beleven? Oh, het is een eer u te ontmoeten, meneer Sinclair M. Skeeto. De derde. Ik ben Krummel. De rups dus. De eerste. Ik heb al uw boeken. Tenminste een tornado? Amazone-avontuur? Vraag het de vulkanen? Kietel toch eens een kooikarper? Ja, echt allemaal. Leuk je te ontmoeten. Krijg nou toch eens wat. Flitsy, mijn broertje, hoe gaat het? Je ziet er echt als van ouds. Au! Sorry, Sinclair. Pas toch op met dat ding. Jouw angel zorgt toch altijd weer voor problemen. Zo, heb je lekker geluncht met worteltaart? Die was echt overheer. Hey, hoe weet jij dat ik een worteltaart heb gehad? Nou, je adem ruikt ernaar. Oh, ja, die neus van jou. Een pompoen vindt hij op kilometers afstand, maar de weg naar huis hou maar. Zeg, waarom ben je hier, Sinclair? Skeeto, de derde. Meneer? Juist. Ik ben hier voor een lezing over mijn laatste ontdekkingen en voor een nieuwe zoektocht. Klinkt fantastisch. Dus, jullie zijn uitgenodigd. Ik hoop jullie vanavond alle twee te zien. Graag. Ja, tuurlijk. Nou, goed dan. Hè? Tot later. Als je niet verdwaalt. Oeh, ik kan echt bijna niet wachten. Oh, echt spannend. Ja, echt spannend. En hier ben ik op mijn zoektocht door Antarctica. En hier op een scheepsreis op zoek naar een goudmijn. En hier spring ik met een parachute boven het Amazonegebouw. Zo heldhaftig. Zo knapper. Echt ongelofelijk dat jij een broertje van hem bent. Ik snap het ook niet. En ja, ik heb mijn leven lang veel beleefd. Maar nu wordt het echt spannend. Een zoektocht naar dit. Wat is dat? Een heel oud symbool. Volgens mij is dit de sleutel van een lang verloren schat. Een schat zoals er maar één is. Ik heb hem gekregen van mijn vader vlak voor hij stierf. En als mijn onderzoeken kloppen, is hij ergens in deze tuin. Oh, wauw. Heeft iemand dit symbool gezien? Oh. Iemand? Ja. Iemand die ons erheen kan brengen? Iemand met een fantastisch richtingsgevoel? Ja. Niemand? Ik heb het ergens eerder gezien. Ik heb het pas nog gezien. Ja, daarachter. Fantastisch. Nu vind ik het zeker niet.
Eindelijk! Nu kan ik mijn broer eens helpen met een van zijn avonturen. Je weet hoe je daar moet komen, toch? Tuurlijk, denk ik. Ja, het moet ergens zijn. Geen zorgen, ik ga met je mee. Ik heb een neus voor richting. Oh. Nou, ik hoop dat mijn neus morgen beter is. Veel succes, Flits. Zet hem op, hè. Kom op. De zon schijnt lekker, de vogels zingen. Het is een mooie dag om te verdwalen. Klaar om te gaan vliegen, Sinclair? Vliegen? Ik doe niet aan vliegen, Flits. Je mist echt heel veel kloes vliegend. Ik loop altijd. Ja, goed voor je longen. Oké. Kom mee, je beleeft het grootste avontuur ooit! Kom op iedereen, laten we gaan! Kom op! Joehoe! 40 seconden later... We zijn verdwaald. Is het echt deze kant op, Flits? Nou, ik dacht toch echt hierheen. Of daarheen. Ik weet het niet meer. Het kon ook niet anders. Ik had je niet de leiding moeten geven. En zover zijn we nog niet weg. Volgens mij is het echt hierheen. Kom mee. Volgens mij is het echt hierheen. Kom mee. Wat denk je dat pa verstopt heeft in die schat? Geen idee. Hij zat altijd vol verrassingen. Oh, ik mis onze vader, Flitsie. Ik ook. Ik was dol op zijn drang naar avontuur. De plekken ver weg, de mooie verhalen, de souveniertjes. Die waren vaak lekker. Weet je nog die nootjes uit Noorwegen? Of die zoete snoepjes uit Zambia? Oh, en weet je nog die oei-koei botertaart uit Bahrein? Oh, die was het lekkerst. Ja, die was echt top. Echt heerlijk. Ja, vind ik ook. Zijn we er al? Nou, we zijn niet echt verdwaald. We zijn iets uit de richting van waar we moeten zijn. Oh, ik wist het. Flits, jij verdwaalt toch altijd? Ik heb het symbool gezien, echt. Maar toen was ik aan het vliegen. Als we vliegen, zie ik beter en... Weet je wat? Het heeft geen zin. Laten we een kamp opbouwen hier. Dan beginnen we morgen weer fris. Freddy, zet het kamp op. Juist. Dat werd tijd. Hij is super, hij is fantastisch, de Super Flitsie. Kijk naar mij, sterk en stoer. Kijk naar mij, net als mijn broer. Supersnel bij elk karwei, want in een flits vlieg ik voorbij. De nieuwste superheld, dus luister wat ik zeg. Kijk naar mij, ik ben het echt. Kijk naar mij, kijk, hij is recht. Heb je ooit zoiets gezien, zo'n stoere sterke vliegmachine? Ik ga hier nooit meer weg. Ik ben een wereldwonder. Problemen groot of klein en ik kom aangesneld. Hij was niemand lang geleden. Maar nu niet meer, ik word aanbeden. Super Flitsie, de allergrootste held. Kijk naar mij en roep hoera! Hoera! Kijk naar mij, doe mij niet na. Wie had het ooit gedacht en wie had het ooit verwacht? Ik ben de grootste superheld, Mesquiet. Kijk naar mij en zie me gaan. Zie me vliegen rond de maan. Ik ben dapper en ook knap. Twee vliegen in één klap.
ik zing mijn eigen lied. Nieuwe kunnen niet meer zonder. Ik ben een wereldwonder, problemen groot of klein en ik kom aangesneld. Hij was niemand lang geleden, maar nu niet meer, ik word aan benen. De superflitsie, de allergrootste held. Is dit een droom? Ik sta versteld. Eerst nog een niemand en nu plots de held. Dit is een kans die ik zeker verdien. Want nu kan ik eindelijk mezelf eens laten zien. Nee, we kunnen niet meer zonder. Ik ben een wereldwonder. Problemen groot of klein en ik kom aangesneld. Hij was niemand lang geleden, maar nu niet meer, ik word aan benen. De superflitsie, de allergrootste held. Superflitsie, de allergrootste held. Superflitsie. Nee! Ja, Leo. Flitsie, joh, wat is er? Niets hoor, ik had een droom. Het is niets. Mooi, goed, aan de slag dan. Ik heb zo'n zin om nog een dag in cirkeltjes te lopen. Nog eens langs alle plekken waar we al 10 keer geweest zijn. Ja, ik verdwaal altijd, oké? Ik weet het, ik ben niet perfect. Maar er is wel iets. Daarin ben ik goed. Flitsie, wat is er? Ik ruik frambozensap. Ja, 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 je hebt een goed reukvermogen, maar het is alleen handig zo rond lunchtijd. Wacht eens even. Dat is het! Flitsie, waar ga je naartoe? Volgens mij is het hier! Het symbool! Hey, kijk! Gevonden! Hey, kijk, hier is het! Ik rook frambozen de dag dat ik het zag. Het komt door de frambozen. Zij leiden me hier naartoe. Hij heeft het gevonden. Hij heeft het gevonden! Dat is fantastisch nieuws! Fantastisch nieuws! Flitsie, die neus van jou ruikt echt goed. Dit kun je op 2 manieren opvatten. Kom op, vlieg maar mee en kijk dan zelf. Ja, ja, goed, goed. Niet zo haasten. We hebben het toch gevonden. En dat is volgens mij het belangrijkste, het vinden. En dat is volgens mij goed gelukt, dus we vliegen later. Ja, later. Hè, ben je soms bang om te vliegen? Bang om te vliegen? Kom nou. Ik ben een steekvlieg. Kom op, zeg. Nee. Heel eerlijk, ik kan het niet. Daarom rijd ik jou overal naartoe. Sinclair? Kan jij niet vliegen? Nee. Mijn vleugels zijn te klein. Daarom verstop ik ze altijd in dit jasje. Och, ik schaam me dood nu. Maar ik dacht dat pa jou leuker vond vanwege je rechte angel. Ik dacht dat hij jou leuker vond omdat jij kan vliegen. Hey, het is oké. Okay. Hey, wie begrijpt er nou beter hoe het is om niet perfect te zijn dan ik? Kom mee, ik vlieg je omhoog. Sorry. Het is oké. Beter dan ik zou kunnen. Daar is het. Ik ben hier al zo lang naar op zoek. Het lijkt bijna wel een soort deur. Met een slot en 2 sleutelgaten. Waar zouden de sleutels zijn? Wat zou pa als sleutel gebruiken? Laat ik eens mijn angel proberen. Daar heb ik menig slot mee geopend.
briljant. Ik probeer de andere. Dit heeft geen zin. Mijn angel werkt niet. Hoe gaan we deze openmaken? Ik denk dat pa zijn clue zit in de X. Probeer jouw angel eens, Flits. Dit rare ding? Tss, vooruit. Maar dit is verspeelde... Dat is het. Jouw angel was de andere sleutel. Echt waar? Nou, wie had dat ooit verwacht? Oh, kijk nou eens. Twee schatkisten. Eens zien wat pa hier voor ons heeft. Een brief? Dat is alles? Hoe waardevol kan dit nou wezen? Doe, lees dan. Lieve Sinclair en Flits, omdat je dit nu leest, hebben jullie blijkbaar samengewerkt voor deze schat. Dat heb ik altijd al gewild. Ik wil dat jullie inzien dat jullie allebei belangrijk voor me zijn. Ik hou van jullie allebei, zoals je bent. Ik vond het nooit erg, Sinclair, dat je niet kan vliegen. Of Flits, dat jouw neus gekreukeld is. God heeft jullie met verschillende kwaliteiten gemaakt. En daarom uniek. Ik hou van jullie zoals je bent. Jullie pa. Dit is de mooiste schat die hij kon geven. Ja. Ja, Flits. Absoluut. Oh, er is meer. P.S. Er ligt iets lekkers voor jullie in de andere kist. Oei, koei. Botertaart uit Bahrein. Gaat alles goed daarboven? Geen probleem, gaat goed. Hé, wat ruik ik? Dat ruikt als oei-koei botertaart uit Bahrein. Hé, hebben jullie oei-koei botertaart uit Bahrein daar zo? Ik kan je hier niet zo goed verstaan. We komen zo beneden. Waarom heb ik geen vleugels? Kijk en doe voorzichtig. Goeie reis, hè? Dank je wel. Kom nog eens terug. Doei. Flits, mijn broertje, bedankt voor dit prachtige avontuur. Ik heb geleerd dat we allebei uniek zijn en dat pa van ons allebei hield. Oh, heel erg graag gedaan. En als je ooit nog eens hier bent, geef een gil. Dan leid ik je rond. Nou, dat schiet niet echt op. Ja, dat is goed. Goed, ik heb net gehoord dat een aardbeving in Yucatan een sluippad geopend heeft naar de geheime Maya-mollenmijn. Dat wordt weer zo'n fascinerend avontuur. Zou je soms met me mee willen? Oh, nee, dank je. Jij bent degene die graag reist. Maar ik wil er graag alles over horen. Goed dan, Flitsie. Bedankt en vaarwel dan. Wauw, dat snel. Wacht. Waar is hij? Ja, waar is hij? Nou ja, het is mooi weer, dus ik loop wel. Leuk je broer te hebben ontmoet. Dankzij hem wil ik zelf ook wat geheimen gaan ontdekken. Oh ja? Ik begin mijn zoektocht met het geheim van de verloren frambozen. Ze liggen achter je. Ja, mijn avontuur is wel verpest nu. Sorry. Ja, Flits die heeft vandaag iets geleerd. Er is altijd iets aan jezelf dat je niet mooi vindt. Maar God, onze Vader, houdt van ons zoals we zijn.
De Bijbel zegt in Psalm 139, versen 13 en 14... Want u, God, heeft mijn lichaam geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. En ik dank u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Uw werk is wonderschoon. Ondanks je grote neus houdt hij toch wel van je. Hé, joh, ik vind mijn neus dan niet mooi, maar ik heb wel unieke oorlellen. Dat is waar. Jammer dat de een langer is dan de ander. Wat? Echt waar? Ik kan ze voor je oprekken, als je wil. Nee hoor. Trouwens, mijn neus is vast wel ergens goed voor. Ruik jij dat ook? Wat? Hé, wat? Frambozentaart. Die kant. Zie je wel, die neus van jou is fantastisch. Ik ga meteen. Dag. Max, ik zie hier geen taart. Weet je zeker dat je neus wel werkt? Wat ruik ik? Is dat frambozentaart? Ik kom terug hoor. Max, bewaar in elk geval de korst voor mij.